Deze fleurige pakken kennen mensen inmiddels wel. Maar niet veel mensen weten dat de maker uit Nederland komt, Appelshuts. Het bedrijf bestaat pas 5 jaar en inmiddels worden de pakken over de hele wereld verkocht. Goedendag, welkom bij Appelshuts. Het bedrijf heeft 2 vestigingen, eentje in Roelof Arendsveen en sinds kort eentje in New York. Er is in totaal 55 man in dienst en de pakken zijn te koop in meer dan 50 landen. I like my look. Grote bekende namen van over de hele wereld dragen de pakken van Appelshuts. Kom binnen. Dan krijgen jullie een kijkje in de keuken. Het bedrijf is nu nog gevestigd in de Roelof Arendsveen, maar vertrekt binnenkort naar Amsterdam. Het is snel gegaan sinds de oprichting in 2012. De Appelshuts reis is ooit begonnen in Vietnam, waar mijn 2 compagnons een backpack trip aan het maken waren. En zich daar eigenlijk een zakenpak wilden laten aanmeten, maar op de lokale markt daar allerlei andere stoffen aantroffen. Die met name gebruikt werden voor dekbedden en gordijnen. Op dat moment kwam het idee dat het misschien wel leuk zou zijn om een pak van die stoffen te laten maken. De eerste 3 pakken zijn in Vietnam gemaakt, maar we hebben meteen besloten om onze productie naar China te verleggen. Vanwege de structuur, de infrastructuur, ook de manier van zaken doen. Appelshuts heeft dus een fabriek in China. Maar de werkomstandigheden in het land zijn niet altijd even op het best. Hoe zit dat bij hun fabriek? Wij hebben vanaf het begin zelf ook ingezet op een fabriek waar we er in ieder geval voor onszelf zeker van waren dat het allemaal volgens de juiste richtlijnen gebeurt. Maar als je gaat samenwerken met grote entertainmentbedrijven zoals Disney, Marvel, Warner Brothers, dan worden de fabrieken ook geauditeerd door die bedrijven. Dat houdt in dat er elk jaar of 2 keer per jaar een audit plaatsvindt waarin alles wordt gecontroleerd. Dat er geen dingen gebeuren die niet mogen volgens social compliance. Het gaat dus goed met Appelshuts. Toch ziet hoogleraar ondernemerschap Justin Jansen wel wat beren op de weg. Ja, ik denk dat ze heel goed weten en heel goed die trends in de gaten weten te houden. Ze hebben ook hele mooie deals afgesloten met internationale ketens, zoals Walt Disney. Waarbij ze echt ook hun figuren en merken kunnen gebruiken. Ik denk waar ze wel op moeten passen is dat ze die snelle groei ook goed moeten managen. Met het aannemen van nieuwe mensen, maar ook het professionaliseren van de organisatie. En dat moeten ze eigenlijk doen zonder die pioniersmentaliteit te verliezen van het begin, toen ze nog een kleine start-up waren. Dus we zullen ook begin december een oersaaie lijn lanceren van witte en zwarte overhemden. Bij popular demand is dat nu een stap die we nemen. Maar daar zit nog veel meer ontwikkeling in. Dus op productniveau willen we veel meer differentiëren. Maar ons product moet nog wel het DNA vertonen dat wij ooit met z'n drieën hebben bedacht. En dat is een stukje kwaliteit, maar wel met een knipoog naar de meer formele en zakelijke markt.